gaaf dat jullie er allemaal zijn. En weet je, zo cool om die honger en die passie hier te proeven. De honger voor God. En voor ik begin, geef je buurman of je buurvrouw, geef hem even een high five. Zeg, het gaat goed worden vanavond. Zo, hey, net wat ik zei, super gaaf om hier te zijn. Toen ik met de voorbereidingen bezig was, zat ik na te denken over het woord dat Roos de vorige Holy Spirit Night gebracht heeft. Even voor mij, wie was er de vorige Holy Spirit Night? Wie was erbij? Kijk, het zijn er aardig wat. Weet je, Roos die eigenlijk ze inspireerde ons om meer met de Bijbel te gaan doen. Om hem erbij te gaan pakken, om meer de Bijbel te gaan lezen. En als je daarover nadenkt, dan denk je misschien, hey, dat klinkt misschien simpel. Maar er zit zo ontzettend veel in. Het is zo ontzettend sterk. En het is ontzettend concreet. Het is ontzettend concreet hoe Roos het naar ons gebracht heeft. En ik vermoed eigenlijk dat het voor ons allemaal een grote uitdaging was. Om onszelf ertoe te zetten. Om die Bijbel te gaan pakken. Om te lezen wat God voor ons heeft. En om daarin stappen te gaan zetten. En het mooie vond ik dat na het Holy Spirit Night sprak ik mensen. Die hadden het woord van Roos gehoord. En ik kreeg appjes van mensen. Hey, ik heb die Bijbel app waar Roos het over had, heb ik ook geïnstalleerd. En ik heb mijn eerste hatjes heb ik gehaald. Weet je, gewoon mensen die beginnen om het woord te pakken. En dat is super gaaf en om daarmee bezig te zijn. En ik was er van mezelf over aan het nadenken. En ik dacht, waar heeft dat mee te maken? Waar gaat het dan uiteindelijk over? En uiteindelijk kom je dan uit op keuzes maken, op je focus op iets leggen. Met andere woorden, wat vind ik belangrijk en waar is mijn focus op? En hoe kan het dan soms zijn dat ik het verlies? Dat is misschien vast iets herkenbaars voor ons allemaal. Weet je, je kan je op meerdere dingen focussen. Je kan je op zoveel dingen focussen in dit leven. En als je niet uitkijkt, zijn we vooral bezig met social media, met tv, met sport, met ons werk, met het willen voldoen aan wat andere mensen van ons verwachten. Of wat we denken wat andere mensen van ons verwachten. En als je daar zo in opgaat, zo je focus daarop legt, dan kan het zo zijn dat je je focus en je passie voor God gaat verliezen. Peter die haalde het vanochtend ook nog even aan in zijn preek. En weet je, als wij onze focus ergens op willen houden, volgens mij begint het dan mee dat we keuzes gaan maken. En als je geen keuzes gaat maken, dan zullen dingen ook niet veranderen. Of dan zullen dingen waar je mee bezig was, zullen gaan verwateren en zullen gaan verzanden. Weet je, ik zat erover na te denken. Ik heb zelf eigenlijk vanaf mijn jeugd, vanaf mijn vijfde jaar, heb ik altijd gevoetbald. Ik ben er nu een paar jaar mee gestopt. En toevallig, ik denk een paar maanden geleden, hebben we met wat coole doorbrekers hebben we tegen elkaar gevoetbald. En weet je wat, super gaaf, was leuk. Maar ik merkte heel snel dat mijn conditie was niet meer zo zoals ik het vroeger had. En die anderhalve week daarna dat ik spierpijn had, dacht ik ook van, hey joh, waar gaat het over? Maar weet je, hoe zit het? Het is heel simpel. Vroeger trainde ik 2 keer in de week en speelde ik elke zaterdag een wedstrijd. Nu doe ik dat niet meer, ik doe wel andere dingen. Maar die techniek, wat je daar aangeleerd hebt, je gaat dingen anders gebruiken. Dus weet je, ik heb andere focus in mijn leven aangebracht. Maar je ziet, doordat ik daar niet meer op focusse, raakte ik dingen kwijt. Vorige week donderdag ging ik voor het eerst sinds een hele poos wel hardlopen. Volgens mij zijn er best wat hardlopers hier onder ons in de gemeente. Maar vroeger deed ik dat best vaak. En ik ben dan ook zo, ik ben vrij sportief en ook wel een strebertje wat dat betreft. En ik ga hardlopen en dan denk ik, ik kan precies hetzelfde weer als ik vroeger ook kon. Dus ik ging 7 kilometer hardlopen. Het ging ook best goed, ging best snel. Maar ik heb nog nooit in mijn leven zoveel spierpijn gehad als na dit hardlopen. Ik heb ook niet de goede schoenen ervoor. Ik hoor dat het eigenlijk ook moet. Niet de goede uitrusting. Maar weet je, ik onderhoud het niet. Maar ik denk wel dat ik alles zomaar even weer kan doen. En dan gaat dat misschien soms nog wel een beetje goed. Maar uiteindelijk, wat levert hem op? Ik heb echt 1,5 week goed last van gehad. En weet je, zo is het met heel veel dingen. Zo is ook met relaties in ons leven. Waar leggen we focus op? En ik zat erover na te denken, over relaties. En weet je, ik heb hier zelf veel vrienden in Barneveld. En Barneveld is voor mij best een poosje weg. Het is een stukje rijden. En zijn vrienden die, net zoals wij, soms best druk zijn. Maar zo iets waar ik focus op wil leggen. En hoe doen we dat dan? Nou, ik heb bijvoorbeeld met Heidi en Jordi, of Joke en Alice. Dan maken we gewoon een afspraak. Die zetten we in onze agenda, precies waar Roos het ook over had. En dan duurt het soms 2 maanden voordat we elkaar zien. Maar we vinden het belangrijk. We leggen de focus op. We waarderen het. En je ziet dat je gewoon je relaties zo onderhoudt. Je blijft elkaar spreken. En dat is gewoon gaaf om te merken. We maken een keuze. We maken allemaal een keuze. En uiteindelijk onderhoud je het contact.
En als ik dan kijk naar mijn relatie met God, ja, dan zie ik dat dit eigenlijk bijna, ik zeg al bijna, bijna net zo werkt. Want waar leg ik mijn focus op? En heb ik nog het geluk dat God de keuze voor mij al heeft gemaakt? God heeft de keuze voor mij al gemaakt en ik mag altijd bij hem komen. Alleen toch, als ik niet de focus op hem leg, of als ik met andere dingen bezig ben, ja, dan kan het ook best zijn dat het gaat verwateren. En dat ik daar ja, dan minder mee bezig ben. En dat heeft dan dus ook te maken met prioriteiten die ik zelf stel. En ik dacht dan terug aan wat Roos zei. Vorige keer, de vorige Holy Spirit Night. Ze zei, weet je, ik plan gewoon mijn momenten met God. Ik zet het in mijn agenda. Ik vond het echt een eye-opener. En ik kom al mijn hele leven kom ik in kerken. Maar ja, ik heb nog nooit over nagedacht of gehoord om mijn agenda, of in mijn agenda te zetten om gewoon te gaan bijbellezen. Vaak is iets, dat ga ik wel doen, maar dan gaat de dag weer anders en dan doe je het ineens toch niet. Maar je kan het gewoon, je kan het in je agenda zetten. En als je dan de prioriteiten van maakt, als je het echt wil, als je het echt belangrijk vindt, en als je echt je focus erop wil zetten, weet je, dan ga je het volgens mij doen. Dus zo gaaf vond ik dat om te horen. En dan hoor je, ja, je hoort tegenwoordig heel vaak, en ik hoor het mezelf ook heel vaak zeggen, ja, maar we leven tegenwoordig in zo'n drukke tijd. Er zijn zoveel dingen waar we onze focus op moeten zetten. En ja, dan gebeurt er misschien soms dat je je focus verliest. En misschien zit daar ergens wat in. Maar deze week was ik in Exodus aan het lezen. Het verhaal van de uittocht uit Egypte. Het verhaal van Mozes. En als ik dan keek naar het Israëlische volk. Die hadden geen social media, die zaten niet elke dag op Instagram, Facebook, Snapchat, weet ik veel. Maar ze verloren wel hun focus. En dat zag je het hele hoofdstuk door. Het hele hoofdstuk door. En ik weet, ik vond het zo gaaf om te lezen. En ik dacht, ik ga jullie in een vogelvlucht meenemen door Exodus. De Exodus wat daar gebeurd is. En veel van jullie zullen het verhaal kennen. Maar denk, als je eens doorheen bladert, dan ga je weer zoveel dingen zien waar je misschien nooit over nagedacht hebt. Maar weet je, het begon, de Israëlieten, die woonden in Egypte. Die waren er ooit gekomen omdat Jacob daar was gekomen samen met zijn nageslacht. Jozef was daar onderkoning en ze vermenigvuldigden zich. En het ging goed met ze. En uiteindelijk ooit, op een gegeven moment, kwam er een nieuwe koning. Kwam er een nieuwe farao in Egypte. En hij zag dit aan en hij zei tegen zijn volk, die Israëlieten, die zijn talrijker en machtiger dan wij. Dus waar was zijn focus op? Zijn focus was op de bezittingen van de ander. En als je mij vraagt, was hij gewoon bang. Maar wat ging hij doen? Hij ging daarom, hij liet de Israëlieten, liet hij daarom harder voor zich werken. En hij zei op het duur tegen de kraamverzorgers en de vroedvrouwen in het land. Hij zei, als jullie bij de Israëliërs komen, als er een zoon geboren wordt, vermoord dan de zoon. Op een gegeven moment worden die kraamverzorgers en de vroedvrouwen op het matje geroepen bij de koning. Want hij zegt, ja, het gebeurt niet. En die kraamverzorgers zeggen, ja, maar die Israëlische vrouwen zijn zo sterk. Ze roepen ons niet eens meer. Ze gaan gewoon zelf bevallen. En ze hebben ons niet meer nodig. En wat gebeurt op dat moment? Die koning die denkt, ja, oké, dan is er nog maar één ding wat ik kan doen. En hij zegt, vanaf dat moment, elke zoon die geboren wordt, moet in een nijl gegooid worden en moet zo om het leven gebracht worden. En ze brachten een heksenjacht op gang om ook zo al die kinderen te vinden. Nou, we weten volgens mij allemaal dat er één man was, en misschien meer, dat weet ik niet, maar die dat bespaard bleef en dat was Mozes. Mozes bleef bespaard. En Mozes die groeide op aan het hof van de koning, die werd gevonden. En die groeide op aan het hof van de farao. Maar op een gegeven moment zag hij een Israëliet, die was hard aan het werken en die werd mishandeld door een Egyptenaar. En Mozes werd zo boos. Hij werd ontzettend kwaad. Wat deed hij? Hij sloeg die man die het deed, sloeg helemaal in elkaar tot hij dood was en begroef hem. Alleen wat gebeurde er? Er waren mensen die het gezien hadden. En het werd bekend. En de farao kwam erachter. En Mozes kon nog maar één ding doen en hij vluchtte. Hij vluchtte en hij ging weg uit Egypte. En weet je, op dat moment, op het moment dat Mozes wegging, werden de omstandigheden voor de Israëlieten, die werden nog zwaarder. En ze smeekten God, de Israëlieten, ze staat er in Exodus, ze smeekten God om hulp. En dan staat er zo'n prachtig woord, staat er in de Bijbel. Dan staat er, God ontfermde zich over hen. Er was een moment, de Israëlieten hadden het nog niet door, maar God hoorde hun schreeuw en God ontfermde zich over hen. En God die sprak tot Mozes. Mozes die niet meer in Egypte was, maar hij sprak tot hem. En moet je kijken wat daar gebeurt. Hij spreekt, hij roept Mozes. En wat is Mozes? Hij is gewoon een stotterende moordenaar. En God wil hem gebruiken om het volk van Israël te bevrijden. En wat zie je dan door het hele Bijbelboek heen? Als je heel Exodus doorleest, Mozes die ziet het niet zitten.
Mozes denkt, ja, hij denkt misschien bijna, laat deze beker maar aan mij voorbij gaan. Het was echt, hij zegt, het enige wat ik zei, ik kan dit niet. Ik kan dit niet, ik kan dat niet, ik kan niet zus en ik kan niet zo. Maar God zegt, ik ga jou gebruiken. En dan zie je dat het God is die ons kwalificeert. Wij kwalificeren niet onszelf. Nee, God heeft visie voor ons leven en hij wil ons daarop gebruiken. En als ik daarnaar kijk, dan hoor ik voor mezelf dat gevoel soms zo'n ontzettend slechte graadmeter is. Want je gevoel kan zoveel dingen met je gaan doen. Maar daarom is het zo belangrijk om te weten hoe God naar ons kijkt. En ik moest daarbij denken aan een tekst in Matthäus 6, vers 31 tot 34. En daar staat uiteindelijk, kom je terug op waar Roos het ook over had, zoek eerst het koninkrijk van God. En als je Matthäus leest, Matthäus 6, vers 31 tot 34, nou, ik kom niet op het scherm, maar luister maar gewoon mee. En er staat, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? En als je mij vraagt, voeg eraan toe, zeg niet, ik kan het niet. En dan vers 32, want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Weet je, als je dat dan in je achterhoofd houdt, dan vind ik het zo bijzonder als je dan hoort wat God op dat moment tegen Mozes zegt. Mozes die zichzelf niet goed genoeg vindt, God zegt tegen hem, ik zal met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Hoe bijzonder is dat? Dat is onze God. Die zegt tegen Mozes, ik zal met uw mond zijn en ik zal u leren wat u spreken moet. En weet je, ik zou zeggen, neem het mee deze week in. Dat is onze God. Hij zegt het tegen Mozes, maar ik geloof dat hij tegen ons allemaal wil zeggen. Welke situatie je ook zit. Hij gebruikt je mond en hij zal je leren. Leren is, misschien gaat het niet altijd in één keer vanzelf. Mozes had ook een Aaron nodig, maar hij zal je leren hoe je spreken moet. Nou, uiteindelijk, Mozes ging terug naar Egypte. En de Israëlieten waren dolblij. Ze waren dolblij dat Mozes terugkwam. En ze dankten God. Maar wat gebeurde er? De farao zag het gebeuren. En hij liet de Israëlieten nog harder werken. Het was eigenlijk niet meer te doen. En de Israëlieten die zo blij waren dat Mozes terugkwam, die werden boos op Mozes. Ze werden boos op Mozes en ze werden boos op God. Ze zien totaal niet meer waar God mee bezig is. Hun focus was alweer weg. En ze zeiden tegen Mozes, had je niet weg kunnen blijven? We hadden het beter zonder jou dan nu met jou. En wat gebeurt er uiteindelijk? Uiteindelijk komen er 10 verschrikkelijke plagen over het volk van Egypte. Van steekmuggen, gewone muggen, water dat in bloed verandert, sprinkhanen. Uiteindelijk is er zelfs de oudste zonen van het volk van Egypte die sterven. Allemaal gebeurt het en de Israëlieten blijven bespaard. En je zou dan toch denken dat het volk Israël, nadat ze al deze wonderen, nadat ze al deze tekenen hebben gezien, dat ze nooit, never, nooit meer zouden twijfelen aan God. Ik bedoel, zeg maar zelf, als wij dit zouden zien, als dat gebeurt in ons leven, dan weten we toch 100% zeker dat onze God is waar we nooit meer aan gaan twijfelen. Maar tegendeel blijkt waar te zijn. Kijk maar eens als we naar Exodus 14, vers 5 tot 14, een stukje gaan lezen. En als het goed is, komt het op het scherm straks. Er staat, toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En zij zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen? Dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan. En hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee. Ja, alle strijdwagens van Egypte. Met op elk daarvan officieren. Want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte. Zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten werden door een opgeheven hand geleid. En de Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen. Bij de zee, bij Pi Hakirot, voor Baal Zephon. En dan gebeurt het, vanaf vers 10. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op. En zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en ze riepen tot de Heere. En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven?
Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Dit is hetzelfde volk. Hetzelfde volk als dat al die wonderen en tekenen heeft gezien. Dit is hetzelfde volk als dat heeft gezien dat God hem bevrijd heeft uit de macht van de farao en uit de macht van de koning. En niet veel later roepen ze dit tegen God en tegen Mozes. En dan zeggen ze in vers 12, was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust. Laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, en vind ik dat zo knap, hè, dat Mozes dat zegt. Wat zouden wij op zo'n moment zeggen als je zo'n volk leidt en je krijgt dit allemaal over je heen, keer op keer op keer. En je ziet zelf de wonderen en tekenen, maar je ziet dat mensen er niet meegaan, dat ze het niet pakken. Hij zegt niet, bekijk het maar, zoek het maar uit, sterf dan maar in de woestijn. Nee, hij zegt, wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. En dan, vers 14, er zit zoveel in. De Heere zal voor u strijden. En u moet stil zijn. Weet je, volgens mij is dat een tekst voor vandaag, voor ons hele leven. De Heere zal voor ons strijden en wij mogen stil zijn. Weet je, als je in situaties zit, als het stormt in je leven, dan is het zo makkelijk om vanuit je emotie dingen te gaan roepen. Maar weet je, ga op je handen zitten. Draai je mond op slot. Wees stil. En luister wat God tegen je te zeggen heeft. En als je dan het laatste stukje verder leest, Matteüs 14, vers 19 tot 22, dan zie je wat voor God van wonderen we hebben. Want vers 19, dat gaat als volgt. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hem staan. Wisten we dit? Ik las het weer en ik dacht, oh ja, dat is goed om dit weer te lezen. Want je denkt altijd, ja, de wolk ging voor hem uit. Maar op het moment dat ze in de problemen komen, veranderde God de situatie. En de wolk die ging achter hen staan. En hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijkertijd verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen. Heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. En hij maakte de zee droog. En het water werd doormidden gespleten. En zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. Weet je, het water van de zee was voor hen aan hun linkerkant en hun rechterkant was het voor hen als een muur. En volgens mij weten we allemaal hoe het verder gaat. De Egyptenaren die kwamen achter ze aan. En op dat moment gingen die muren als het ware weg. En de Egyptenaren waren verdwenen. Precies zoals God gezegd had. Zoals Mozes tegen ze gezegd had. Je zult ze nooit meer zien. Ze zullen je na vandaag nooit meer lastigvallen. Dat is het volgende wonder. Het volgende wonder wat het volk van Israël gezien heeft. Ja, zeg nou zelf. Het kan toch niet dat ze ooit nog aan deze God gaan twijfelen. Als je zoiets in je leven meemaakt. Dan kan het toch niet dat we daarover gaan twijfelen. En dan zie je dat is onze God, de God van wonderen, die doet wat hij belooft. Peter haalde het vanmorgen aan. We weten soms niet hoe, we weten soms niet hoe die het doet, maar God die doet wat hij belooft. En uiteindelijk, het verhaal gaat nog veel verder. Ik ga niet verder met jullie doornemen, maar een paar dingen. In de woestijn krijgt het volk uiteindelijk op bovennatuurlijke wijze, krijgen ze eten en drinken. Wat gebeurt er uiteindelijk? Ze blijven mopperen. De wolkkolom die bleef voor ze uitgaan. En 's nachts was het een vuurkolom. Toch was het veel gemopper. En was het volk dan afgeleid door Facebook of Snapchat? Of waren ze met andere dingen bezig? Of ik heb geen idee waar ze in die tijd al mee bezig waren. Maar als ik nu steeds zeg, ja, het komt door onze tijd dat we afgeleid zijn, denk ik, ja, hoe zat het dan bij hun? Het heeft volgens mij te maken met keuzes die wij zelf maken. En blijkbaar, en dat vraag ik mezelf dan ook af, blijkbaar zien we op een duur Gods grootheid niet meer. Vergeten we het. Wordt het wellicht gewoon. Dus niet iets van alleen deze tijd, maar dat gebeurt alle tijden door. Ik bedoel, als wij om ons heen kijken, hoeveel van Gods grootheid zien we wel niet? Je wil niet weten hoeveel mensen ik enthousiast heb gehoord over die prachtige luchten van de afgelopen weken. Overal op Facebook kwamen die mooie rode luchten voorbij en noem maar op. Ja, dat zetten we dan op Facebook en dat is het dan alweer. Ja, dat is toch zo? Heb je er zelf bij stilgestaan? Maar God is zo ontzettend groot, hij laat zoveel dingen aan ons zien. Alleen hoe zit het in onze gedachten? En ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Maar wat doen we ermee? En
Weet je, zo gaat het dan met ons. En dan kan ik echt, ik kan er dagen over nadenken van hoe werkt dit nou uiteindelijk? Weet je, je kan zo vol passie zijn. Alleen uiteindelijk kan je het ook zo weer kwijtraken. Ik bedoel, het voelt soms voor ons als christenen, misschien ken je het wel, je gaat naar zondag naar de kerk om op te laden, om helemaal opgeladen te worden. En dan kan je de rest van de week aan. En ik haal mijn preek nou door mijn kamer, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Weet je, als wij christenen hebben dat niet nodig. Wij christenen hebben het niet nodig om op zondag naar de kerk te gaan, om helemaal ons op te laden, zodat we de rest van de week aan kunnen. Weet je, God heeft ons Jezus Christus gegeven. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. En ik geloof, als wij een keuze voor God maken, is dat een keuze voor eens en voor altijd. Alleen toch verliezen we het dan soms. En volgens mij is dan het moment dat je misschien eens goed met jezelf in gesprek moet. En misschien is het te makkelijk, maar als ik deze Bijbelstukken lees, gebeurt het jaren geleden, gebeurt het ook. En volgens mij moet je jezelf afvragen, waar leg ik dan mijn focus op? En tuurlijk, ik weet, soms is het hartstikke druk. Ik heb zelf een hartstikke druk. Jong gezin, soms denk ik ook, hoe doe ik het allemaal? Maar ik sprak ooit een wijs man en die zei tegen mij, wat gebeurt er in jouw leven als het begint te stormen? Als dingen beginnen te schudden? Waar val je dan op terug? Waar val je dan terug? Wat is dan jouw fundament? En is dan dat fundament die God, die ik elke zondag zie en voel en waar ik helemaal happy, die klepje mee ben. Maar is dat dan ook nog dezelfde God als het even niet goed gaat? Want uiteindelijk verandert God niet. Zijn het wij die veranderen door de omstandigheden. Maar God blijft altijd dezelfde. God is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. En dat wil hij voor ons zijn. Dus weet je, wat probeer ik je vandaag te zeggen? Hoe zit het met ons fundament? Hoe zit het met mijn fundament? Waar vallen wij op terug? Wie is God voor ons? Hoe zien wij God? Weten wij 100% zeker? Weet je, Peter's hele preek gaat erover, de afgelopen serie. Wie is God voor ons? En hoe vallen we erop terug? Laatste dingetje wat ik dan nog heel vaak over nadenk. Ik las ooit een onderzoek. En dat ging over christenen in een kerk. En volgens mij ging het meer over kerken zoals de onze. En dat christenen die komen in de kerk in het eerste jaar zijn ze vol passie. Zijn ze vol vuur. En iedereen mag het horen. Ze nodigen iedereen uit voor de kerstnachtdienst van over een paar weken. Maar jaar 2 wordt het al iets minder. Jaar 3 wordt het iets minder. Jaar 4 nog iets minder. En het is generaliserend, ik weet het. Maar na 5 hebben ze alles wel gezien. En je ziet dat heel veel mensen ergens in die periode een beslissing maken om de kerk te verlaten. En dan moet ik echt weer denken aan het volk van Israël. Ik denk, hoe kan het? Worden dingen dan voor ons gewoon? Ik bedoel, ik weet niet hoe jullie het hadden, maar als wij net met z'n allen dat nummer zingen, kom laten wij aanbidden. Weet je, dan voel je dat de Heilige Geest er is, dan voel je die passie. Dan heeft, volgens mij, jullie allemaal, uit volle borst zingen we mee. En dan zou het toch niet uit moeten maken. Of je hier nou 1 jaar komt of 5 jaar komt, want dus God is toch nog steeds dezelfde. En zijn Heilige Geest komt hier toch ook nog. En ik wil je vandaag gewoon vragen, en ik denk dat ik daar ook mee wil afsluiten. Weet je, hoe zit je hier? Hoe ben je hier gekomen? En hoe is God voor jou? Weet je, is God voor jou nog steeds dezelfde als de dag dat je tot geloof kwam? Hoe is het met je enthousiasme? Is het geroofd? Is het gestolen? Of is het doordat de focus op heel veel andere dingen gekomen, is het weg? En weet je, dat kan soms gebeuren. Maar ik geloof juist dat God zijn Zoon en zijn Heilige Geest gestuurd heeft om ons voor altijd te vullen met zijn kracht. En te vullen met zijn liefde. Zodat als wij 's ochtends opstaan, dat we niet denken, ha, weer een dag. En ik weet dat er soms omstandigheden zijn dat je dat wel kan denken. Maar juist dan geloof ik dat God er nog is. Dat je wakker wordt en dat je in de spiegel kijkt en dat je denkt, jeeha, yes, weer een nieuwe dag. We gaan er tegenaan, want God is bij ons. Hij is met ons en hij is aan mijn zij. Hij is de God van wonderen. Hij is de God van die prachtige luchten. Hij is de God die de zee deed splijten als muren om hen heen. En dat wil hij voor jou zijn vandaag. En weet je, ik wil je gewoon vragen. Wat is jouw fundament? Waar val jij op terug als het misschien moeilijk gaat in je leven? Heb je dan voldoende basis met God? Weet je wie God is voor jou? Of heb je misschien nog iets waar je met hem samen mee wilt dealen? En ik stel voor, weet je, de band die gaat straks ongetwijfeld een geweldig nummer inzetten. En de Heilige Geest is hier. Dus ik zou zeggen, laten we gaan staan. Laten we een actieve houding gaan aannemen. En als je daar kijkt voor de camera,
en je zit thuis mee te kijken of via social media, want dat is wel gaaf dat dat kan. Weet je, ga staan, sta op uit je bank, sta op uit je stoel en neem een actieve houding aan. Want ik geloof dat God vandaag wil spreken. Ik geloof dat hij vandaag wil vernieuwen. Ik geloof dat hij vandaag een fundament in je leven wil leggen. Ik geloof dat vandaag, 9 december 2018, jouw dag gaat worden. Dat het je dag gaat worden, dat je gewoon voor eens en voor altijd gevuld wordt. Dat het een fundament is waar niemand meer aan kan gaan zitten. Dus weet je, laten we met alles wat in ons is, laten we deze God, laten we hem aanbidden. En ik wil je uitdagen, als jij hier bent en zeg ja, dat fundament. Ik heb een fundamentje. En ik weet wie God is, maar het is nog een fundamentje. Maar vandaag wil ik dat het een fundament wordt. Weet je, kom dan tijdens je aanbidding. Kom naar voren. Kom naar voren en laat je straks vullen van top tot teen door de kracht van de Heilige Geest. Weet je, stap gewoon naar voren. Stap naar voren en kom. En er zijn genoeg leiders die voor je zullen bidden. Dus als je hier als leider bent, laten we straks ook voor al deze mensen gaan bidden. Maar ik geloof dat ons fundament vandaag een fundament kan geworden als nooit tevoren. Dus laten we God zoeken met alles wat in ons is. Laten we aanbidden met alles wat in ons is. En kom naar voren om een krachtig fundament te leggen.